De eenparig rechtlijnige beweging of kortweg ERB van eenparig rechtlijnige beweging ERB is een beweging zoals we veel meemaken in ons dagelijks leven. Het betekent dat we een constante snelheid hebben, een snelheid die verschillend is van nul, maar dat we niet aan het versnellen zijn en dat we ook niet aan het vertragen zijn. Dus om in beweging te komen moeten we versnellen en om tot stilstand te komen moeten we vertragen, maar daartussenin voeren we een eenparig rechtlijnige beweging uit. Rechtlijnig betekent in een rechte lijn, een beweging betekent dat je niet stilstaat, dus dat de snelheid verschillend is van 0 meter per seconde. En eenparig betekent dat die snelheid waaraan we aan het reizen zijn, dat dat een vast getal zal zijn. In de cursus staat er deze twee grafieken, waarbij we dus meteen gaan kijken wat er in de x-as en de y-as staat. In beide gevallen is het de tijd uitgedrukt in seconden, maar bovenaan is het de afstand die uitgedrukt is in functie van de tijd. En bij de tweede grafiek is het de snelheid die uitgedrukt is in functie van de tijd. Als we kijken naar de snelheid, dan zien we hier meteen dat het gaat om een ERB. Namelijk een eenparig rechtlijnige beweging. De snelheid is constant. En in dit geval kunnen we die ook aflezen. De snelheid is 10 meter per seconde. De gemiddelde snelheid is gelijk aan de ogenblikkelijke snelheid. Zo. Want als we hier een raaklijn aantekenen, op welk punt dan ook aan de afstand, dan zal die snelheid hetzelfde zijn. Nu, we hebben eigenlijk al geleerd om de snelheid te berekenen zuiver op basis van de grafiek hierboven. Dus als we dat hier even doen, ik ga bijvoorbeeld van 0 naar 1, zo, dat is deze pijl, en tegelijkertijd gaan we kijken hoeveel we stijgen, hier. Dan kunnen we daar dus uit afleiden, dit is mijn ds of mijn delta s. En hier heb ik mijn delta t. Als ik die twee deel door elkaar, de snelheid is delta s gedeeld door delta t. Of in dit geval, delta s is 10 meter per seconde. En mijn delta t gaat tussen 0 en 1 is 1 seconde. Dus 10 meter op 1 seconde is 10 meter per seconde. Maar dat wisten we al, want de snelheid op dit punt is 10 meter per seconde. We kunnen dat perfect op een ander punt doen, bijvoorbeeld hier tussen seconde 2 en 3. Dit is mijn tijd en dit is de afstand op dat ogenblik. Als we dat gaan uitschrijven, dus mijn delta s is dit en de delta t is dat, dan zien we specifiek voor dit punt, de gemiddelde snelheid is delta s. Ik heb hier, we gaan van 20 naar 30, dus dat is ook weer 10 meter. We gaan van 2 naar 3, dus dat is ook weer 1 seconde of 10 meter per seconde. Wat is dus een eenparig rechtlijnige beweging? Je bent in beweging, dus je snelheid is verschillend van 0 meter per seconde. Je bent in beweging, maar er is geen versnelling of geen vertraging. De versnelling is 0 meter per seconde kwadraat. Maar je snelheid is dus de hele tijd hetzelfde. En hoe zie je dat? Bij de afstand is dat een rechte. En bij de snelheid blijft het altijd hetzelfde getal.